Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Peel en Maas in Zicht. Vandaag vertellen we je wat er allemaal komt kijken bij een zorgvraag voor de WMO. We laten je zien hoe je je kunt aanmelden voor de nieuwsbrief Peel en Maas en hoe je regenwater beter kunt benutten door af te koppelen. Maar eerst nemen we een kijkje bij het Milieupark. Bij het Milieupark Peel en Maas kun je terecht voor het wegbrengen van allerlei soorten afval. Hier treffen we Angela Willems en zij vertelt erover. Nou, wij kunnen hier voor bijna alle afvalstromen terecht. Alleen zand niet, want zand weten we niet of daar een goed grondgarantie bij zit. Maar bijna alle afvalstromen die je thuis hebt, die kun je hier ook kwijt. En is dat niet zo, dan zorgen wij toch dat het op de goede plek terechtkomt. Niet alles is gratis, wel bijna alles. Hè, het KCA, het klein chemisch afval is gratis. Het glas, de harde plastic, de PMD die u thuis ook heeft, is ook hier gratis. De elektra, het ijzer is ook gratis. Het papier is gratis. We hebben een paar dingen, afvalstromen die niet gratis zijn. Dat is het AB-hout bijvoorbeeld, hè, het geverfde hout van thuis. Het geïmpregneerde hout niet, het hout wat u thuis in uw tuin heeft. Hè, de bielzen die we heel veel krijgen nu. Het grofafval is niet gratis, dus daar betaalt men dan voor. Een heel mooi voorbeeld wat er gebeurt met onze afvalstromen is bijvoorbeeld onze puin. Mensen komen de oude stenen brengen en van hieruit worden die naar mij al gebracht, naar Martens, en dan wordt het gebroken. Hebben wij dat nodig om onze kanten van de weg op te vullen, dan halen we dat daar weer op. En zo is de cirkel rond, hè. Dan hebben we van een grondstof weer een nieuwe grondstof gemaakt. Maar bijvoorbeeld het A-hout, het herbruikbare hout, dat wordt door de stichting Gewoon Buitengewoon wordt dat opgehaald elke dinsdag. Nou, die maken daar de leukste spulletjes van. De vogelhuisjes, de tuinbankjes, in de kersttijd, de kerststerren. Nou, hartstikke leuk. Dat leggen wij hier aan de kant. Dat is een bordje herbruikbaar, staat daarbij. En nou, dat is ook weer zo'n voorbeeld. Zoals met de puin is dat natuurlijk met dat hout hetzelfde. We krijgen het gewoon weer terug in onze eigen gemeente. Nou, mooier kan toch niet? Het Milieupark, dat is bedoeld voor de inwoners van Peel en Maas. Voor de particuliere mensen. Dus niet voor bedrijven. Dus gewoon voor de mensen die ook wonen in Peel en Maas. Dat wordt ook gecontroleerd aan de kassa met uw legitimatie en uw huisnummer en postcode. Daar kijken wij dat na of dat klopt. En dan kan u door. Nou, wat wij heel belangrijk vinden, en dat is heel efficiënt, kom alvast een beetje gesorteerd aan. We hebben ook wel eens aanhangwagens die lopen gewoon helemaal vol. Nou, dan ben je 2-3 uur bezig hier en dat is voor jullie niet leuk en voor ons ook niet. Dus probeer het al een beetje bij elkaar te zoeken. Hè. De plastic bij de plastic, het hout bij het hout. Dan ben je hier ook veel sneller klaar. Dan gaat het ook zeker in de goede bakken. Dus dat is alleen maar een win-win situatie. In de zomerdag, dat zien we wel vaak terug, hè. Dan komen de mensen, want het is mooi weer, in de korte broek op de slippers. Zorg dat u goede schoenen aan heeft, hè. Gesloten schoenen, geen open schoenen. En dan komt dat helemaal goed. Nog een laatste tip, als u deze kant op komt, breng iemand mee. Hè, de mensen die wij hier aan de bak hebben staan, die zijn er om toezicht te houden. Die zijn er niet om spullen te tillen. Op www.peelenmaas.nl bij de knop afval vind je meer informatie over het inzamelen van afval in Peel en Maas. Of download de app Afvalkalender Peel en Maas, een handig hulpmiddel bij het scheiden van afval, de regels op het Milieupark en om een herinnering te krijgen wanneer je afval wordt opgehaald. Wist je al dat de gemeente een digitale nieuwsbrief heeft waar je je op kunt abonneren? Kelly Peersman is medewerker online communicatie en zij vertelt je hier meer over. De digitale nieuwsbrief van de gemeente Peel en Maas is een nieuwsbrief voor iedereen die op de hoogte wilt blijven van het nieuws in de gemeente Peel en Maas. In de nieuwsbrief staat onder andere de maandelijkse Peel en Maas in Zicht filmpjes, informatie over afvalinzameling, de duurzame tips, bekendmakingen en de aankondigingen van de raadsvergaderingen. Je kunt je aanmelden via de website www.peelenmaas.nl. Daar vind je tot nu toe 8 andere nieuwsbrieven. Onder andere de wekelijkse nieuwsbrief Peel en Maas, de nieuwsbrief Wonen en de nieuwsbrief voor vacatures. Je kunt je op alle nieuwsbrieven aanmelden, maar dat hoeft natuurlijk niet. Dat bepaal je zelf.
Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, vul je je voornaam, achternaam en je mailadres in. Deze gebruiken we alleen voor het versturen van de nieuwsbrief. Je ontvangt verder geen andere e-mails of reclame. We delen je gegevens nooit. En op het moment dat je je wilt afmelden voor de nieuwsbrief, dan kan dit onderaan de nieuwsbrief. Op de website www.peelenmaas.nl/nieuwsbrief kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van het laatste gemeentenieuws. Het klimaat verandert, dat merken we elke dag. Bij de gemeente kijken we op welke manier we kunnen inspelen op deze veranderingen. Maar ook jij kunt hieraan bijdragen. Het regionale programma Waterklaar geeft je tips om je tuin waterklaar te maken. Tip 1. Vervang een aantal stenen in je tuin door groen. Het regenwater gaat dan niet meer rechtstreeks naar je riool, maar zakt de grond in, daar waar het hoort. Ook zorgen planten voor meer verschillende insecten in je tuin en als het warm is, voor verkoeling. Tip 2. Hou je je terras liever zoals het is? Sluit dan bijvoorbeeld een regenton aan op je regenpijp en vang het regenwater van je dak op in de ton. Sluit een slang aan op de regenton om het water weg te laten lopen in je tuin. Met gaatjes in de regenslang kun je het water verdeeld over je tuin laten weglopen. Of gebruik het water om je planten met een gieter water te geven. Is jouw tuin al waterklaar? Laatste tip. Tip 3. Kijk op de website waterklaar.nl voor meer ideeën en voorbeelden. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kortweg de WMO. De WMO is bedoeld om inwoners mee te kunnen laten doen in de samenleving. Bij ondersteuning kun je denken aan hulp bij het huishouden, woningaanpassing, begeleiding en dagbesteding. Esther Hendricks is consulent WMO bij de gemeente en zij vertelt je meer over deze voorzieningen en de werkwijze daarachter. Als iemand een zorgvraag of een hulpvraag heeft, dan kan die zich melden bij de gemeente. Dat kan telefonisch of bij de receptie van het huis van de gemeente of via de e-mail. En dan wordt er contact opgenomen met deze cliënt en volgt er een kort vraaggesprek. Als het bijvoorbeeld een vervoersvraag betreft, wordt er vaak nog een vervoersbehoefteformulier opgestuurd, zodat de cliënt zich ook kan voorbereiden op het onderzoek wat vervolgens gaat volgen. Er wordt dan een melding opgeboekt en een van mijn collega's of ikzelf gaan vervolgens met die melding op huisbezoek. Wij noemen dat een keukentafelgesprek en dan volgt er een dieper vraaggesprek van hey, wat is eigenlijk precies het probleem? We vragen dat ook altijd heel breed uit, dus als iemand een vervoersprobleem heeft, dan gaan we toch ook kijken van hey, zijn er misschien meer problemen waar we bij kunnen ondersteunen? Het is altijd een brede uitvraag. Aan het einde van het onderzoek gaat de consulent weer terug naar kantoor. Soms is er aanvullend onderzoek nodig, zoals bijvoorbeeld een medisch advies, hè, dat je nog wat vragen wil stellen aan de dokter. En vervolgens komt daar een voorziening uit, of misschien niet, dat zou natuurlijk ook nog altijd kunnen. Op het moment dat er een voorziening uitkomt en we zijn, iedereen is het daarover eens, dan volgt er dat de voorziening wordt ingezet en dat er een beschikking komt. En soms is het noodzakelijk dat er een leefzorgplan wordt gestuurd. Dat is eigenlijk een verslag van het onderzoek, van het huisbezoek. En dan mag de cliënt de handtekening erop zetten en dan komt er een beschikking. In die beschikking staat wat er besloten is officieel en vervolgens komt alsnog de voorziening als dat aan de orde is. Stel je voor iemand is wat op leeftijd, wat ouder en diegene die durft niet meer zo goed te fietsen, is al een paar keer gevallen en voelt zich niet meer zeker op de fiets en heeft gehoord dat vanuit de gemeente soms ook wel eens een driewielfiets verstrekt kan worden. Mensen melden zich dan bij de gemeente, ik wil een driewielfiets. Meestal wordt dat dan gecorrigeerd, want het is niet zo dat u vraagt, wij draaien. Wij gaan echt wel een onderzoek starten, dus het is niet zo dat jij een fietsprobleem hebt, maar je hebt een vervoersprobleem. Je kunt, totdat je niet meer kunt fietsen, niet meer van A naar B komen. Dan komt er iemand op huisbezoek en dan wordt er gekeken van nou, kan diegene bijvoorbeeld nog gebruik maken van het openbaar vervoer of van de dorpsvoorzieningen zoals het hebbusje of de wensbus. Op het moment dat dat kan, dan zou het vervoersprobleem opgelost zijn. Op het moment dat mensen eigenlijk niet zo heel goed weten
waar ze overal precies naartoe willen. Ze willen daar nog even over nadenken. Kunnen wij ook nog een zogenaamd vervoersbehoefteformulier opsturen? Zodat mensen echt thuis, zonder dat wij erbij zijn, in alle rust kunnen kijken van waar gaan wij nou eigenlijk naartoe en hoe groot is het probleem eigenlijk? En soms komt daaruit dat mensen bijvoorbeeld beter gebaat zijn bij een omnibus. En dat is wel een voorziening die vanuit de gemeente wordt verstrekt. En als die omnibus dan verstrekt wordt, dan kunnen ze veilig in een busje stappen zonder valgevaar en kunnen ze op pad. En soms komt eruit dat het bijvoorbeeld een scootmobiel moet worden. Of toch een driewielfiets. Maar het kan dus zijn dat er gewoon 4, 5 mensen een melding doen met een vervoersprobleem bij de gemeente. En dat er 4 of 5 verschillende uitkomsten uitkomen als het onderzoek eenmaal is afgerond. Het gaat er puur om van, nou ja, wat is jouw vervoersprobleem? Het is niet dat we geld willen besparen. Het is niet geld gerelateerd. Maar echt puur van, nou, waar is deze klant het beste bij geholpen? Heb je een ondersteuningsvraag? Dan kan de gemeente je helpen. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 077-30-5x6. Of stuur een e-mail naar vraag@peelenmaas.nl met je naam, geboortedatum en telefoonnummer. Dan nemen wij contact met je op. Ook op onze website vind je meer informatie. Ga naar peelenmaas.nl en zoek op Zorg en Ondersteuning. Onze uitzending zit er weer bijna op, maar we vragen je graag nog even aandacht voor het volgende. Een jaar geleden zijn we begonnen met Peel en Maas Inzicht. Wat vind jij van onze uitzendingen? Wat gaat goed en wat kan beter? En zijn er onderwerpen die je graag terugziet in ons programma? Laat het ons weten. Je kunt reageren via doemee.peelenmaas.nl. Heb je geen toegang tot het internet? Laat ons dan weten wat je van Peel en Maas Inzicht vindt via telefoonnummer 077-30-66-666. Alvast bedankt voor je reactie. Volgende maand zijn we er weer, op woensdag 7 juni om precies te zijn. Zien we jou dan ook weer?